8 maart 1941 begon het bestaan van Johannes Nicolaas Jozef het Hart. Geboren in de Van Bielandstraat te Den Haag bij Leni en Nico het Hart. Als oudste van 5 kinderen, broer van Fons, Hennie, Niek en Paul, stond Hans bekend om zijn fantasie. Een fascinatie voor vliegen had hij bovendien. Een sprong van een schuurtje met papieren vleugels tot gevolg. Al moet gezegd dat niet alle verhalen die papa mij vertelde altijd op waarheid bleven te berusten. De padvinders met boer Frans op salamanderjacht. De broeders op school muziek maken. Dit vulde jouw leven totdat jij in dienst ging. Je haar verloor en verliefd werd op Ria van Giet. Voor jouw verkering moest jij naar Honselesdijk. Bertus, vanwege jouw existentiële zin. Je werkt als architect voor Alveca, ontwierp je eigen meubels en ik werd geboren. Als product van de huwelijksnacht. Mijn persoonlijke herinnering als kind van Hans komt vooral voort uit het gezamenlijke zaterdagen. Mama werkte en wij trokken erop uit en liepen de vaste route door Den Haag. Elastolienridders in de Prinsenstraat. Ulysses op de Dennenweg. En we eindigden bij de platenzaak, de Yellow Dog, in de Copernicuslaan. Daar maakte ik kennis met de nieuwste muziek. Zittend in een vliegtuigstoel omringd door lavalampen. Van Pink Floyd tot David Bowie, van de Stones tot de Incredible String Band. Hier vormde mijn muzikale smaak zich. Dicht bij huis, in het gezelschap van mijn vader. Geboren.
Samensmeltende hartchakra's en tantrische ademhalingsoefeningen later, was dan 14 augustus het resultaat van de bewondering in de Nassaustraat in Tilburg. Vruchtbare kont daar in Brabant, en niet veel later was Bibi daar en opende de pick-up in zijn deur. Jackie, spijkerpak, de man met de hoed, de farao-chic en de pilotenpil. Een verschijning waar je niet omheen kunt. Een figuur dat zich niet zomaar laat beschrijven op een van het papier. Je bent een broer, een vader, een opa, een vriend en een leraar. Een verteller, een gelovige, een kunstenaar en een verzamelaar. Een reiziger, een pseudo-wetenschapper, een filosoof en filantroop. Maar boven alles ben je al 70 jaar gewoon jezelf. Dank je.